deutsche Gäste herzlich willkommen heiße. Wir starten mit einer Minute Stille für all die Opfer in Kriege, in das Verleden und den heutigen Tag, die jeweils noch immer stattfinden. Ladies and gentlemen, we are starting with 1 minute of silence for all the victims. Herzlichen Dank für diese eine Minute Stille. Thank you very much for the 1 minute. Die mocht het vuile werk doen. En vooral het hele zware werk. We gaan vandaag beleven hoe het allemaal loopt. Kruid, munitie. Ze moeten er zuinig mee omgaan. Het is voor de aanvallen belangrijk te weten hoe de toestand in de stad is. En daarom zullen ze spionnen de stad in zien te loodsen, om wat aan de weet te komen. Postduiven worden weer teruggestuurd met berichten. Maar die werkzaamheden gaan over en weer. En zo probeert men van elkaar te weten te komen hoe het ervoor staat. En hoe ver het ontzettingsleger is. Het ontzettingsleger van Hendrik van den Berg. Ik zou maar vol treffen of de glas is. En daar de Voortse loopgraaf geraakt. Thank you.
voelt de hete adem van de staatse troepen. Een Luxemburgse eenheid waagt het om ver naar voren te gaan en ongedekt de loopgraven te schieten. Inmiddels is de westelijke loopgraaf bestormd door pikeniers. De cavalerie moet uitvallen. Het trekt zich snel terug op de herlaag. Ze kunnen honden en moeten daar weer terugtrekken. Ondertussen blijven de kanonnen bulderen. De zware kanonnen op de batterij proberen de sterke vestingen kapot te schieten. De Spaanse priester wil het van bovenaf aanroepen. Onverschrokken. In het hevigst van de strijd is er een
Mogelijk gaat het om een kleine verwonding. Alle risico's willen we uitsluiten. Hij is weer opgeknapt. En de strijd gaat weer verder. Gaan we. De Spanjaarden maken nooit gebruik van dit intermezzo. Ze vallen direct de eerste opgave weer aan. De cavalerie trekt weer op. Thank you.
Thank you.
redden. Ze halen alles eruit wat erin zit. Het is alleen de vraag of het voldoende is. Yeah.
tegenstander lijken. In naam van Matthijs van Hulken lijkt niet te willen onderhandelen en zeker niet over overgave. De Spanjaarden komen met een witte vlag. Ze waren zo arrogant dat ze niet eens een overgave vlag bij zich hadden. Het moet een hemd zijn om zich mee over te geven.
De strijd is gestreden. De vestingrollen is gevallen. Het 400 jaar geleden gebrouwen bier wordt nog steeds hier gebrouwen. Ik vind ze zo grappig. Reenactors die hier aanwezig waren. Aan Spaanse zijde. De Rebel Regiment. Uit het Verenigd Koninkrijk is aanwezig Timeless. De echte Spanjaarden luisteren naar de naam Battle of Honours. En aan de prachtige naam Tercio Viejo, Compañía Alonso de Contreras. Uit Duitsland, Hertus Bellicus. De Hongaren zijn vertegenwoordigd door Bedlam Cabor. De volgende Italianen zijn aanwezig. Campagna Franca di Alemanni. De Campagna Venice in Maleus. De Archibucero del Monte Ferrato. De Campagna della Pica e della Macheto. De Campagna Santa Brigana. De Campagna Crapa di Mort. En de Campagna di Bocceretto di Caglia. Vanuit de Verenigde Staten van Amerika, speciaal voor dit evenement, de Banner of St. Michael. Uit Frankrijk, La Picorée. En uit ons eigen kikkerlandje, de Exercitie.